Vanavond om 8 uur is Nederland 2 minuten stil. Hoe zit het met de jongeren in Zwolle? Zijn ze stil omdat het gewoon een verplicht nummertje is? Vinden ze het echt interessant en denken ze aan de mensen uit de Tweede Wereldoorlog? Of boeit het ze echt geen flikker? Wat doen jullie vanavond? De stil zijn. Nog niks. Nee, en om 8 uur? TV kijken meestal. En heb je nog een speciaal iets vanavond om 8 uur wat je gaat doen? Ik wil ergens heen. Nee. Ik heb voetbaltraining. En om 8 uur? Niks. Het is vandaag 4 mei, dus om 8 uur is het de bedoeling dat je stil bent. Maar ga je dat ook doen? Ja, jawel, dan ben ik wel stil. Ja. Weet ik niet. En om 8 uur? 8 uur? Weet ik ook niet. Geen planning. Oké, want het is vandaag 4 mei, dus om 8 uur dodenherdenking. Doe je daaraan mee? Ja. En waarom? Gewoon netjes, toch? Ja, alleen omdat het netjes is, of vind je het ook nut hebben? Ik vind het gewoon netjes. Waarom zou je het niet aan weten? Die 2 minuten. En waar denk je dan aan in die 2 minuten dat je stil bent? Nergens aan. Gewoon stil zijn. Denk je helemaal nergens aan? Nee, ik denk er niet over na. Als ik maar stil ben, vind ik het netjes. Weet ik nog niet. En om 8 uur? Een paar minuten stilte. Ik doe vanavond, weet ik nog niet eigenlijk. Nee, ik heb nog niet echt plannen. En om 8 uur? Dan ga ik natuurlijk wel eventjes stil zijn. En misschien zet ik even de tv aan. Of ik weet niet waar ik dan ben. Dus. En waarom doe je dat? Dat doe ik voor de vrede. En ook gewoon even stil zijn bij de geschiedenis. En voor iedereen die daarvoor gestreden heeft. Weet ik, thuis zitten. En om 8 uur? Voor tv zitten en NOS Journaal kijken. Vanavond slapen. En om 8 uur? Dan lig ik denk ik ook op bed. Ik ben bakker, dus 's nachts werken. Oké. En het is 4 mei. Ja. Dus ga je dan nog even wakker worden om 2 minuten stil te zijn? Ik denk dat ik al stil ben dan.